In de Utrechtse wijk Ondiep opent Roddy Snijder onder grote belangstelling het vernieuwde Cruijffcourt van zijn broer dat in 2005 is aangelegd. Het kunstgrasveldje is in de afgelopen jaren zo populair geworden dat er is besloten het veldje op te knappen. Er worden spelletjes gespeeld en natuurlijk kan de grasmat worden getest. Naast het veldje is ook Rodney erg populair. Ja, ik merk het ook. Het verbaast me. Nee, ik kom hier natuurlijk vandaan. Ik ben hier geboren en getogen, opgegroeid. Dus ik kom ook regelmatig hier terug. Zeker bij, hier aan de overkant bij DHSC. Waar we als familie veel voor doen. Dus ik ben nog vaak te vinden hier. Hoor. Hoe belangrijk vind jij dat die kinderen hier op zo'n kunstgrasveld kunnen sporten? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, ik vind sowieso dat de jeugd buiten hoort te spelen in plaats van thuis op een PlayStation of wat dan ook. Ja, vroeger, wij hadden geen PlayStation of iets. Dus wat we hadden was een bal en een kooi. Dus ja, ik vind dat enorm belangrijk en ik denk dat dat ook zeker goed is voor het Nederlandse voetbal. Je ziet echt het belang van Rodney. Dat hij er even is. Ik bedoel, het is toch een bekend persoon. Hij voetbalt natuurlijk zelf ook, zelf profvoetballen. Maar het is natuurlijk gewoon heel gaaf dat er echt vanuit de wijk en ook vanuit de Snijder-familie dat er gewoon nog betrokkenheid is om iets voor dit veldje te doen. Was jij ook een echte straatvoetballer? Ja, ik ben begonnen op straat met voetballen natuurlijk. En dag in dag uit met de ballen in de kooi. En even later kwam dit veldje en toen verplaatsen we hierheen. Hier leer je het wel, hè? Ja, nee, hier, absoluut. Hier word je ook harder, denk ik. Meer duels. Techniek, basistechniek leer je. Dus ik vind het alleen maar goed dat hier zoveel kinderen zijn en dat dit veld enorm veel gebruikt wordt. De vele uren straatvoetbal levert Rodney, net als zijn broer, een profcarrière op. In 2011 komt de geboren Utrechter bij de FC terecht. Hij wordt een jaar gehuurd van Ajax. Een seizoen met mooie herinneringen. Ja, dat was de mooiste periode tot me. Tot nu toe. Mooie tijd gehad, mooi jaar. Veel mooie wedstrijden mogen spelen. Met als hoogtepunt natuurlijk de wedstrijd tegen Ajax toen, de 6-4. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Ik voel me weer lekker, gezond, fysiek steeds beter. Ik ben weer thuis en dat voelt heel goed. Rodney voelt zich duidelijk thuis in de Domstad, waar hij na 5 jaar weer is teruggekeerd. De 25-jarige middenvelder speelt voorlopig bij Jong FC Utrecht, maar hij sluit niet uit dat er meer in het vat zit. Voor mij is het zaak om eerst gewoon topfit te worden. Minuten te gaan maken in de tweede. Jupiler League spelen, redelijk niveau, leuk niveau. En dan zien we wel aan het einde van het seizoen wat het allemaal heeft gebracht. Je blijft een echte Utrechter? Nee, dat gaat er nooit meer uit, denk ik. Dat is zo en dat blijft zo. Al speel ik 6000 kilometer verderop. Dat maakt geen verschil. Het vernieuwde Cruijffcourt is nu echt geopend en de eerste acties kunnen worden gemaakt. Wie weet komt de droom van een van de kinderen uit en kan het Wesley en Rodney Snijder achterna.